Goedenavond allemaal. Welkom bij de webinar van de Cobra Kai Studie. Vandaag zullen we de update presenteren van onze laatste resultaten. Allereerst het programma voor vanavond. We zullen beginnen met een korte introductie. En nadien zullen we u de eerste resultaten of de vervolgresultaten vertellen over wat coronavaccinaties doen met het afweersysteem. Daarna zullen we ingaan op corona-infecties die voor zijn gekomen in de Cobra Kai Studie. Vervolgens zullen we u vertellen wat de aanbevolen vaccinaties zijn momenteel en de bescherming na die coronavaccinaties. En vragen we u om de vragen die u heeft in de chat te stellen en vervolgens zullen we die met z'n allen bespreken. Allereerst even voorstellen. Hier zijn alle sprekers zichtbaar. Deze hematologen, artsen en studenten zijn vanavond aanwezig om voor u vragen te beantwoorden. En wij werken dagelijks met elkaar samen om deze mooie studie draaiende te houden. Allereerst de vragen. Als u een vraag heeft, dan kunt u klikken op de Q&A-knop onderaan in beeld. Die is alleen zichtbaar. De vragen die u stelt zijn alleen zichtbaar voor de organisatoren en zijn dus volledig anoniem. Alle antwoorden worden na de webinar rondgestuurd en kunt u dus nog rustig even nalezen. We vragen u wel, indien u persoonlijke vragen heeft, om die via de mail of via uw eigen dokter te stellen. We zullen met name de algemene vragen die op het merendeel van de patiënten van toepassing is, beantwoorden. U kunt uw vraag stellen als er zo'n handje in beeld komt, rechts onderin of links onderin. Op dat moment zullen wij de chat uitgrondig bekijken en zullen we de vragen die u stelt zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Allereerst zullen we een filmpje laten zien. Dat hebben we de vorige webinar ook gedaan. En daarom zal het even kort het filmpje zijn wat we herhalen van de vorige keer. En zal er een nieuw deel ook worden laten zien wat betrekking heeft op de vervolgresultaten die gepresenteerd zullen worden. En dit filmpje is gemaakt door Belle Toussaint, een van onze studenten die nauw betrokken is bij het onderzoek. De Cobra Kai Studie. Het coronavirus, vaccinaties en het afweersysteem. Dit eerste deel van het filmpje zal dezelfde zijn als de vorige keer, dus weer even een korte herhaling. Hierna wordt het vervolgd met het tweede deel met nieuwe informatie. Oké, het eerste deel. Dit is het coronavirus. Als een gezond persoon wordt besmet met het virus, krijgt deze klachten als hoesten en benauwdheid. Meestal wordt iemand vanzelf weer beter. Maar om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden van het coronavirus, worden ze gevaccineerd. Vaccinatie beschermt de meeste mensen tegen een ernstig verloop van een corona-infectie. Patiënten met een hematologische ziekte hebben vaak een minder goede afweer. Daardoor hebben ze bij een besmetting met het COVID-19-virus een hogere kans om ernstig ziek te worden. Ook is er een hogere kans op een ziekenhuisopname. Daarnaast is er ook een hogere kans op overlijden. Om hematologische patiënten zo snel mogelijk te beschermen tegen corona, werden ze met voorrang gevaccineerd. Maar we weten eigenlijk niet precies hoe effectief een vaccinatie is bij mensen met een hematologische ziekte. Om te begrijpen waarom we niet zeker weten of vaccinaties goed werken bij deze patiënten, moeten we eerst uitleggen wat er nu precies gebeurt in het lichaam als iemand gevaccineerd wordt. Tijdens de vaccinatie worden namelijk kleine eiwitdeeltjes van het coronavirus in het lichaam gespoten. Het lichaam kent deze eiwitten niet. Daarom wordt het afweersysteem erbij gehaald om deze eiwitten weer uit het lichaam te verwijderen. Als eerste worden de B-cellen geactiveerd. B-cellen die eiwitdeeltjes van het coronavirus herkennen, veranderen van vorm en grootte. Deze B-cellen worden nu plasmacellen genoemd en gaan vervolgens antistoffen maken. Deze antistoffen herkennen en binden het coronavirus. Hierdoor kan het lichaam het virus bestrijden en onschadelijk maken. Tegelijk activeert het vaccin ook andere cellen van het afweersysteem, de T-cellen. T-cellen maken geen antistoffen, maar maken het virus op een andere manier onschadelijk. Het coronavirus gaat namelijk graag in onze eigen lichaamcellen zitten.
Een T-cel herkent zo'n lichaamscel die geïnfecteerd is met het coronavirus en ruimt zo'n besmette cel op. De virussen die in deze besmette cellen zitten, gaan hierbij ook dood. Je zou het niet denken, maar het afweersysteem heeft een geheugen. Als B- en T-cellen ooit COVID-19-eiwit hebben gezien, door vaccinatie of door een infectie, dan blijven ze zich dat herinneren. Deze B- en T-geheugencellen weten dan, bij een corona-infectie, precies wat ze moeten doen. Ze kunnen daardoor heel snel het virus onschadelijk maken. En hierdoor krijgt het virus weinig kans om je erg ziek te maken. Maar wanneer het afweersysteem te veel beschadigd is, kan de vaccinatie niet goed zijn werk doen. Dan kan het virus zijn gang gaan en kunnen patiënten ernstig ziek worden van het coronavirus. Bij patiënten met bijvoorbeeld een hematologische ziekte raakt het afweersysteem vaak beschadigd. Door bijvoorbeeld chemotherapie, door een transplantatie of door de ziekte zelf. Dit kan effect hebben op de B-cellen, de T-cellen en de B- en de T-geheugencellen. Of dat zo is en hoe ernstig dat is, weten we niet goed. Dankzij u allemaal kunnen we dat onderzoeken in de Cobra Kai-studie. Inmiddels zijn we alweer 2 jaar verder sinds het starten van de Cobra Kai-studie in februari 2021. Dankzij uw deelname hebben we enorm veel nieuwe kennis vergaard over coronavaccinaties bij patiënten met een hematologische ziekte. Zoals eerder besproken worden er na de vaccinaties antistoffen gemaakt tegen het coronavirus. Dit is uitgebreid onderzocht in gezonde volwassenen. Maar in de Cobra Kai-studie onderzochten we dit in patiënten met een hematologische ziekte en vroegen wij ons daarbij af of zij net zo goed en net zoveel antistoffen kunnen maken als gezonde mensen. Wat wij zien is dat de hoeveelheid antistoffen die verschillende groepen hematologische patiënten maken, dan ook heel erg verschilt tussen de type ziektes die men heeft. Hier ziet u daar een schematische weergave van. Na 2 vaccinaties maken gezonde mensen een bepaalde hoeveelheid antistoffen. Dat ziet u hier. Het Cobra Kai-onderzoek liet zien dat patiënten met sikkelcelziekte na 2 vaccinaties ongeveer evenveel antistoffen hebben aangemaakt als mensen uit de gezonde groep. De patiënten met een kwaadaardige hematologische ziekte hebben na 2 vaccinaties helaas gemiddeld minder antistoffen opgebouwd. Pas na 3 vaccinaties kwam deze groep op hetzelfde niveau. En dat is ook de reden dat het basisschema van de vaccinaties voor deze groep naar 3 vaccinaties is aangepast. Zojuist hebben we het gehad over de antistoffen geproduceerd door de B-cellen. We zullen het nu ook even kort hebben over de T-cellen. Want bij gezonde volwassenen is na vaccinatie vrijwel altijd een B-celafweer en een T-celafweer aanwezig tegen het coronavirus. We hebben dit natuurlijk ook onderzocht bij de hematologische patiënten in onze studie. Daarbij zien we dat in hematologische patiënten naast de B-celafweer gelukkig ook de T-celafweer in de meeste gevallen aanwezig is. Zelfs bij de patiënten die geen antistoffen aanmaken, is er vaak wel een T-celreactie aanwezig. Hier zullen we dan ook meer over uitleggen in de webinar. Ook zien we in de loop van de tijd dat de antistoffen afnemen. Dit is ook zo in gezonde volwassenen. Ook ontstaan er nieuwe varianten van het virus, zoals de Omicron-variant. En dat is de reden dat de overheid besloot om de boostervaccinaties aan te gaan bieden. En in de Cobra Kai-studie werd ook dit effect van deze boostervaccinaties onderzocht. De resultaten hiervan zullen wij presenteren in de webinar. Heel erg bedankt voor het coronavirus de wereld nog niet uit is, wel de laatste 2 van de Cobra Kai-studie gehad. En ook daarvan zullen we de nieuwste resultaten met u bespreken. En we hopen in de toekomst nog veel meer onderzoek te doen met alle informatie verzameld in de Cobra Kai-studie. De Cobra Kai. Nou, daarin heeft in dit filmpje heeft Belle dus heel kort uitgelegd wat wij tot nu toe hebben gevonden. Daar zullen we nu dieper op ingaan.
Allereerst even kort samengevat, sinds de start van de studie in maart 2021 hebben patiënten met een kwaadaardige hematologische ziekte nu inmiddels zo'n 5 vaccinaties gehad. Hier ziet u daar het schema van. Sommige patiënten zullen zelfs 6 vaccinaties hebben gehad. En in de tussentijd is er steeds bloed afgenomen, steeds voorafgaand aan de vaccinatie en 4 weken later. Voor de sikkelcelpatiënten zit dat iets anders, omdat zij dus na 2 vaccinaties op hetzelfde niveau uitkwamen als de gezonde groep qua antistoffen, hebben zij niet de 3e vaccinatie al in september, oktober gehad, maar pas in december tot februari 2022, tegelijkertijd met de gezonde populatie Nederlanders. En daar ziet u het schema hieronder van. Onze vraag is natuurlijk, naar aanleiding van deze vaccinaties, hoe goed doen deze patiënten het nou eigenlijk op basis van antistoffen en op T-celniveau? De afweerreactie bestaat dus uit B- en T-cellen en de geheugencellen. Mijn collega Quincy zal nu gaan vertellen over de B-celafweer. Helaas hebben we tot op heden nog geen resultaten over de geheugenafweer. Hopelijk kunnen we daar later op terugkomen. Ik draag het woord nu over aan mijn collega Quincy. Dankjewel. Ik ben inderdaad net zoals Sabine een van de artsonderzoekers binnen dit Cobra Kai project. En ik wil u kort iets vertellen over de afweerreactie na vaccinatie binnen de studie. Allereerst een korte herhaling van wat er ook al in de eerste webinar werd besproken. En dit gaat alleen nog maar over antistofresultaten. Eerder hebben we jullie al laten weten dat na 2 vaccinaties de deelnemers van de Cobra Kai-studie gemiddeld gezien op een lager niveau uitkwamen dan de gezonde personen na 2 vaccinaties. Wat ik hierbij moet zeggen is dat voor de subgroep sikkelcelpatiënten de 2e vaccinatie wel voor net zo hoge antistofconcentratie zorgde als de gezonde personen na 2 vaccinaties behaalden. Na 3 vaccinaties hadden de patiënten met een kwaadaardige hematologische ziekte gemiddeld evenveel antistoffen als gezonde personen na 2 vaccinaties. En dat was dan ook de reden om in het beleid aan deze patiënten te adviseren, dus patiënten met een kwaadaardige hematologische ziekte, om een basisserie te nemen van 3 vaccinaties in plaats van 2. Belangrijk hierbij is wel om ook te noemen dat er nog steeds een aanzienlijk deel van de groep met eigenlijk hele lage antistofconcentraties overblijft, ondanks 3 vaccinaties. Vervolgens hebben we in de studie gekeken wat er na verloop van tijd gebeurde en wat zagen we na de 3e vaccinatie in januari-februari 2022, dat die antistofconcentraties weer aan het afnemen waren. Dat is iets wat heel normaal is, wat ook bij gezonde personen gebeurt. En dat was dan ook de reden om eigenlijk alle Nederlanders een boosterprik aan te bieden. En ook daarvan hebben we de resultaten weer onderzocht in onze studie. Nou, wat we zien is dat die antistoffen inderdaad weer een boost krijgen. Ze komen weer op het oude niveau en zelfs iets hoger komen ze gemiddeld gezien uit. Wel is het zo dat deze concentraties gemiddeld nog steeds lager zijn dan de concentraties bij gezonde personen die ook een eerste booster hebben ontvangen. Dit is eigenlijk wat ik als eerste aan jullie wilde vertellen over de antistofrespons. En ik wil eigenlijk de moderatoren vragen of daar al vragen over zijn gesteld. Op dit moment zijn er nog geen vragen. Dus mochten deelnemers vragen hebben, stuur ze vooral in de Q&A. Nou, dan ga ik door. Wat eigenlijk nieuw is in deze webinar ten opzichte van de eerste webinar, is dat we ook de T-celresultaten met jullie willen bespreken. En eigenlijk wil ik die met jullie samen bespreken met de B-cel afweer, dus de antistofresultaten. Daarvoor hebben we dit plaatje samengesteld. En hier willen we eigenlijk de verschillende groepen hematologische patiënten in bespreken op basis van hun ziekte of de behandeling die ze hebben gekregen. In dit plaatje worden de antistofresultaten in verticale richting weergegeven. En de T-cel, dus de celafweer, wordt weergegeven in horizontale richting. Waarbij eigenlijk linksonder in de figuur betekent dat beide afwezig zijn.
En rechtsboven in de figuur betekent dat ze allebei aanwezig zijn, zoals dat ook bij gezonde personen wordt gezien. Allereerst de groep patiënten met lymfeklierkanker wilde ik hierin uitlichten. Met daar ook een onderscheid qua therapie. Dus bovenaan staan de lymfeklierpatiënten met een behandeling na rituximab of na stamceltransplantatie. Daaronder de patiënten die CAR T-celtherapie hebben gekregen. En helemaal onderaan de patiënten met een lymfoom die tijdens een rituximab-behandeling werden gevaccineerd. En wat je ziet is dat deze patiëntengroep eigenlijk heel vaak geen antistoffen kon aanmaken. Maar dat zij juist wel een hele goede T-celafweer lieten zien, zoals die ook in gezonde personen werd gezien. Dan de patiënten met chronische lymfatische leukemie, die lieten eigenlijk een hele wisselende respons zien, zowel op antistofgebied als op T-celgebied. Vandaar dat die midden in die figuur staan. Er waren patiënten die het vrij goed deden, maar ook patiënten die het een stuk slechter deden. Wel konden we ook een onderscheid maken nog tussen de patiënten met CLL die niet behandeld werden en de patiënten met ibrutinib venetoclax behandeling, die deden het ietsje slechter dan de onbehandelde groep. De patiënten met chronische myeloïde leukemie, die zaten heel erg in de richting van de gezonde personen, deden het eigenlijk goed op zowel antistofgebied als T-celgebied. Patiënten met multiple myeloom hadden een relatief goede antistofreactie, maar hadden een wat weer wisselende respons qua T-celafweer, waarbij we wel onderscheid ook weer konden maken op basis van therapie. De patiënten met multiple myeloom die een stamceltransplantatie hadden gekregen, die deden het eigenlijk ook bijna net zoals gezonde personen. Terwijl de patiënten die werden behandeld met een IMiD-medicijn zoals lenalidomide of daratumumab, die deden het weer een stuk, die deden het wat vaker slechter op T-celgebied. Dan de patiënten met acute myeloïde leukemie of patiënten met myelodysplastisch syndroom, die vallen ook onder deze groep. Daar konden we ook opnieuw een onderscheid maken op basis van de therapie. De patiënten die werden behandeld met hoge doses chemotherapie, om daarmee de ziekte ook echt te genezen, die deden het, die zaten eigenlijk vooral in het groene gebied, dus die hadden ook een goede antistofrespons en een goede T-celafweer na vaccinatie. En de patiënten die werden behandeld met hypomethylerende medicijnen zoals azacitidine, die deden het ook weer veel vaker minder goed op T-celgebied, maar ook op antistofgebied ietsje slechter. De patiënten met een myeloproliferatieve ziekte zoals myelofibrose zaten hier net tussenin. Dan heel verrassend kwamen de patiënten met chronische graft versus host ziekte en de patiënten met een allogene stamceltransplantatie zonder graft versus host ziekte ook heel goed uit deze studie. Wat we eigenlijk niet verwacht hadden, daar werd altijd heel erg van gedacht dat de patiënten zo kort bijvoorbeeld na transplantatie nog helemaal geen baat zouden hebben bij vaccinatie. Of dat mensen met graft versus host door alle medicijnen die zij gebruiken ook slecht zullen reageren, maar wij waren dus heel erg verrast dat deze patiënten het eigenlijk op beide gebieden verrassend goed deden. En als allerlaatste, helemaal rechtsboven in het hoekje, echt bijna zoals gezonde personen het doen, de sikkelcelziekte patiënten die echt ontzettend goed reageerden op de vaccinaties. Dus kort samengevat, wat we willen meegeven op basis van deze figuur is ook in geval van voldoende antistoffen kan de rest van de afweer, dus de T-celafweer, onvoldoende zijn, maar ook omgekeerd. We weten nog niet in hoeverre alleen de T-cellen of alleen de antistoffen bescherming kunnen bieden, maar de combinatie is altijd het beste. Het meten van de antistofconcentraties geeft dus maar de helft van de informatie. Het meten van de T-celafweer is in het ziekenhuis niet mogelijk, in deze studie wel, maar dus niet in de dagelijkse praktijk. En boostervaccinaties zijn voor iedereen nuttig. Wat we zien is dat in deze figuur helemaal niemand helemaal linksonder in de figuur gekomen is. En ondanks al die vaccinaties helemaal geen T-celafweer of helemaal geen antistoffen heeft aangemaakt. En dan wil ik nu opnieuw vragen aan de moderatoren of er vragen zijn gesteld over dit laatste deel. Of over deel daarvoor, dat mag ook.
Er zijn toch nog wat vragen binnengekomen, ook over het deel hiervoor. Als eerste, in hoeverre is er een gedachte over een zesde of een jaarlijkse vaccinatie? En ik zou graag willen vragen of dokter Goorhuis deze kan beantwoorden. Ik moet even de video starten. Die nu... Oh, dat moet iemand anders doen, hè? Nee, mijn video starten, hij is geblokkeerd. Oh, dan moet je even hier komen. Dan ga ik... Mijn video is geblokkeerd, dus ik ga even onder een achter... ik heet niet Mette Hazenberg, maar ik zit nu even achter haar computer. Wat we nu zien, gelukkig, is dat, dat zien we ook in de ziekenhuizen, landelijk, dat het aantal opnames door COVID afneemt, ook onder de hoogrisicogroepen. En dat komt omdat de immuniteit toeneemt. Was mijn eerste stuk net weg? Nee, sorry. Oké. Dat komt omdat de immuniteit in de bevolking toeneemt, door zowel door de vaccinaties als door het feit dat je dat mensen toch tegen COVID blijven aanlopen, omdat het circuleert. En de vraag of een zesde vaccinatie in het najaar nodig zal zijn, dat zal denk ik gaan afhangen van de druk op de zorg. Want uiteindelijk vindt men het in Nederland niet zo'n probleem als je een griepachtig ziektebeeld krijgt waarvan je beter wordt zonder opname. Dus dat is niet. Dus als het die kant op gaat, dan zal revaccineren minder belangrijk zijn dan wanneer blijkt dat mensen opgenomen blijven worden. Aan de andere kant hebben we nu wel een vaccin tegen COVID. Dus voor de echte hoogrisico patiënten verwacht ik wel dat een revaccinatie, als het seizoen weer begint, als het meer seizoensgebonden gaat worden, nuttig kan zijn. Maar daar is nog best veel onzekerheid over. Dus dit is al gaande leren we hierover. Dankjewel. Dan hebben we nog een tweede vraag. En het is eigenlijk een dubbele vraag. Ten eerste, waarom kunnen wij onze antistoffen eigenlijk niet meer bepalen? En heeft het zin om dit nog te laten bepalen? En dan zou ik willen vragen of dokter Hazenberg deze zou kunnen beantwoorden. Ja, dankjewel. Goeie vraag natuurlijk. Waarom het niet meer bepaald kan worden. Ja, dat is gewoon niet een service die ziekenhuizen standaard aanbieden. Het probleem blijft eigenlijk bestaan dat het heel moeilijk is om te zeggen op hoe hoog je antistoffen moeten zijn om echt zeker te weten dat je beschermd bent. Daar blijven we mee worstelen. Helemaal in het begin dachten we een grens van 300 is goed genoeg. Later hebben we gedacht, toen Omicron kwam, toen bleek dat je toch eigenlijk wel meer antistoffen nodig had dan die 300. En ja, er blijven alsmaar nieuwe varianten komen. En het lijkt zo te zijn dat met elke nieuwe variant toch ook de eigenschappen van dat virus wel weer wat veranderen. En dus ook wat je nodig hebt om goed beschermd te zijn, dat blijft variëren. Dus ja, je kan wel je antistofhoeveelheid bepalen. En dat is natuurlijk informatief als je dan vervolgens ziet dat je nul antistoffen hebt. Ja, dan is het natuurlijk wel een probleem met de afweer. Maar meestal is het zo, bij de meeste mensen zal het gewoon niet zo heel veel zeggen. Of je nou 800 hebt of 1000 of 2000. We weten gewoon niet zo goed wat we met het antwoord moeten doen als je het zou meten. Dus daar zit ook wel een ding. En het is gewoon lastig om alle... Een heel praktische reden is dat het gewoon heel lastig is om alle labs op precies dezelfde manier zo'n meting te laten doen, zodat je ook dat het niet uitmaakt of je het in Groningen meet of in Amsterdam of in Maastricht. En dat zijn ook, dat is gewoon ingewikkeld. Daar moeten alle laboratoria voor gaan dezelfde testen voor gaan invoeren. En dat is ook nog niet eens zo makkelijk. Dus dat is denk ik de reden dat dat toch niet standaard gedaan wordt. En er was volgens mij nog een tweede deel van deze vraag, maar dat ben ik even vergeten. Het was zo beantwoord, dankjewel. Daarop volgend nog wel een andere vraag over antistoffen. En deze zou ik graag aan dokter Van Doesem willen geven. En de vraag is, zegt de hoeveelheid antistoffen die iemand aanmaakt nog iets over de kwaliteit van hoe goed ze zijn? Hoe goed zij het virus kunnen klaren? Als ik de vraag goed begrijp, gaat het erom of de hoeveelheid antistoffen bepalend is ook hoe ziek je kunt worden. Ja, dat klopt. Oké.
Goed. Ja, nee, kijk, uiteindelijk kunnen mensen die ook in hoge antistoffen hebben ook wel ziek worden. Maar als je kijkt naar hoe hoger de antistoffen zijn, over het algemeen wordt dan ook sneller het virus weggenomen. Dus dan zul je in gemiddeld gesproken spreken dat deze mensen iets minder ziek van zullen worden. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. We zullen de volgende vragen meenemen naar de volgende ronde. Nou, dan zal ik weer verder gaan met het verhaal. Ik zag één vraag die ik heel kort kan beantwoorden. En dat is hoe lang de patiënten na allogene stamceltransplantatie waren in deze studie. De mensen die in de allogene stamceltransplantatie... die groep vielen waren mensen die vanaf het begin van de studie minder dan 6 maanden na hun transplantatie waren. Dus ik hoop daarmee die vraag in ieder geval beantwoord te hebben. Dan gaan we door. Ik wil graag met u kort de infecties bespreken die voor zijn gekomen in dit cohort. We hebben in totaal dus 723 deelnemers in deze studie zitten. En van die 723 deelnemers waren er 201 deelnemers die een corona-infectie hebben gehad. Als we dat dan, daar dan dieper op ingingen, dan zagen we dat 182 van die 201 deelnemers geen opname in het ziekenhuis nodig hadden voor zo'n corona-infectie. 19 deelnemers hadden wel een opname nodig in verband met die corona-infectie. En van die 19 mensen waren er dan 5 mensen die daarvoor op de IC terecht zijn gekomen, dus op de intensive care. Eén patiënt is overleden aan het coronavirus, maar dit was niet in het ziekenhuis. Als we dat dan een beetje in perspectief proberen te plaatsen, dan zien we hier een overzicht van 2 februari 2021 tot en met 5 juli 2022. En daar, hier zijn dan met de blauwe lijn het aantal corona-infecties in Nederland weergegeven. U ziet dat er dus best wel een grote piek was in zo eind december 2021. Nou, als we dan onze corona-infecties binnen deze studie daarnaast leggen, dan zien we allereerst dat voorafgaand aan de start van de studie hadden al 32 mensen corona gehad. Dus zij vertelden dat ze een corona-infectie hadden gehad al voordat ze gevaccineerd waren. Daarvan zijn er 7 mensen in het ziekenhuis terechtgekomen en 3 mensen op de intensive care. Vervolgens starten wij de Cobra Kai-studie. In het voorjaar van 2021 en werd u, kreeg u de 2 vaccinaties vrij kort na elkaar. Na die, dus tussen de eerste vaccinatie en de derde vaccinatie hebben er 14 infecties in deze groep patiënten plaatsgevonden, waarvan er 4 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis en 2 mensen op de intensive care. Vervolgens werd de derde vaccinatie gegeven. En na die derde vaccinatie en voor de 4e vaccinatie waren er 24 mensen die een corona-infectie hadden gehad en 1 patiënt die werd opgenomen in het ziekenhuis. Vervolgens gaven we rond december 2021 de 4e prik en zien we dan dat na de 4e prik 95 patiënten een corona-infectie hebben gehad en 9 patiënten daarvan in het ziekenhuis terecht zijn gekomen en 1 op de intensive care. Nu ziet u dat na die 4e vaccinatie was er ook een enorme piek in de corona-infecties in Nederland. Dat was toen de Omicron-piek, zullen we het maar even noemen. U ziet dat dus ook terug in de infecties in onze studie, dat toen ook vrij veel infecties waren op dat moment. Maar als we dat dan vertalen naar ziekenhuisopnames, dan zien we dus dat voorafgaand aan de studie, dus toen niemand nog een vaccinatie had gehad, kwam ongeveer 20% in het ziekenhuis. Na die 4e prik, dus op het moment dat die Omicron-golf was en u bijna allemaal een 4e prik had gehad, was dat nog maar 10%. Om nou precies uit te vinden hoe goed die bescherming nou precies is na zo'n vaccinatie en hoe dat precies zit in de verschillende hematologische patiëntengroepen, dus bijvoorbeeld het verschil tussen patiënten met AML, dus acute myeloïde leukemie, of patiënten die bijvoorbeeld sikkelcelziekte hebben. Daarvoor is een veel grotere studie nodig dan deze studie die wij hebben gedaan.
En gelukkig zijn we daarmee bezig om deze studie op te zetten. En gaan we proberen uit te zoeken in hoeverre die vaccinaties nou echt in deze hematologische patiëntengroepen beschermen tegen het oplopen van zo'n ernstige corona-infectie. En dat gaan we doen in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederlandse Kankerregistratie, de Nationale Intensive Care Evaluatie en natuurlijk het RIVM. En samen met deze organisaties proberen we deze vraag specifieker voor de hematologische patiënten op te gaan lossen. Om hopelijk in de toekomst ook deze vraag voor u te kunnen beantwoorden. Om dan nu het vaccinatieschema samen te vatten wat er tot nu toe geadviseerd wordt, is hier in groen weergegeven voor de gezonde volwassenen. Dus patiënten, personen zonder hematologische ziekte. Daarbij is het basisschema 2 prikken, dus 2 vaccinaties, gevolgd door 2 boostervaccinaties met minimaal 3 maanden ertussen. Voor patiënten met een kwaadaardige hematologische ziekte is die basis dus 3 vaccinaties. En de boostervaccinaties die nu worden geadviseerd voor deze groep zijn er dan ook 3. Met elke keer in ieder geval 3 maanden ertussen. Omdat de sikkelcelpatiënten, dus de patiënten met sikkelcelziekte, eigenlijk op antistofniveau steeds hetzelfde uitkwamen als de gezonde volwassenen, behoren zij tot diezelfde groene groep. Dus voor hen is datzelfde vaccinatieschema van toepassing als bij gezonde volwassenen. Mocht u nou dit rustig willen teruglezen, dan kunt u dat het beste doen op de website van het RIVM en dan specifiek zoeken naar COVID-19 vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis. Daar kunt u het beste deze informatie teruglezen. Zijn daar vragen over? Jazeker, er worden heel veel relevante vragen gesteld. Ik begin met een vraag voor dokter Rutte. Er wordt gezegd patiënten met lymfoom die rituximab ontvangen, die hadden slechte B-cellen, maar goede T-cellen. En dan is de vraag, hoe zit dat eigenlijk bij CLL'ers die rituximab ontvangen? Dat is nog best een ingewikkelde vraag. Want ik denk niet dat er in ons cohort heel veel patiënten zaten die een rituximab hebben gehad. We hadden natuurlijk een groot deel van patiënten die niet behandeld zijn. En in het andere cohort waren het mensen die specifiek met ibrutinib behandeld werden. Dus ik denk dat we daar niet echt gegevens bij hebben. Maar in principe kan je je voorstellen dat als rituximab gegeven is, dan zijn er natuurlijk geen antistoffen. Dat zien we eigenlijk bij bijna geen patiënten. En de T-celrespons in de CLL-patiënten is een beetje wisselend. Dus dat zal voor patiënten met rituximab met CLL, zal dat niet anders zijn dan in de groepen die wij bekeken hebben. Heel erg bedankt. Dan heb ik een vraag voor dokter Broers. Er wordt door veel patiënten gevraagd of ze dan voor de vervolgvaccinaties die niet in het kader van de studie zijn, een oproep via het ziekenhuis krijgen en of het zinvol is om deze te nemen. Ja, dat is een goede vraag. Ook bij de laatste vaccinatieronde werd die vraag al wel regelmatig gesteld. Maar in ieder geval worden de vaccinaties zoals we ze nu de afgelopen periode binnen de studie hebben aangeboden, ja, niet meer binnen de studie aangeboden, want wat dat betreft is de studie afgerond. En verwacht ik ook niet, maar dat weten we niet zeker, maar verwachten we ook niet dat die vaccinaties in de toekomst nog via het ziekenhuis worden aangeboden, maar dat het voornamelijk via de GGD's zal gaan lopen. Maar wellicht, dat weten we eigenlijk nog niet goed, dat ziekenhuizen daar toch een ander pad in kiezen, maar vooralsnog denk ik dat de gedachte zal zijn dat dat via de GGD's of eventueel via de huisarts gaat lopen, maar niet meer via de ziekenhuizen. Heel erg bedankt. Als kleine aanvulling daarop werd er ook nog gevraagd of patiënten de 6e prik al mogen halen en hoeveel tijd moet er dan tussen zitten. Is deze vraag ook voor mij? Ja. Dat vind ik nog een ingewikkelde vraag. Misschien dat iemand anders daar mij kan bijstaan. Maar in ieder geval stellen we dat er tussen de prikken, als er weer een prik moet volgen, in principe 3 maanden moet zitten. Dus dat zou ik in ieder geval voor een vervolgprik aanhouden als termijn. Dat is wat ik erover kan zeggen.
Ja, en mocht je uitgenodigd worden voor een zesde prik en er zit 3 maanden tussen, dan is dat nu vaak ook de prik die ook tegen de nieuwere varianten wat bescherming biedt. Dus op zich zou je die mogen halen. Het is niet gevaarlijk bijvoorbeeld. Dus op zich, als je daarvoor een uitnodiging krijgt, dan met de 3 maanden ertussen zou je dat kunnen doen. Oké, dan heb ik meteen nog een vraag voor dokter Nijhoff. Er wordt veel gesproken over hybride bescherming. Dus dat wil zeggen dat je en vaccinaties hebt gehad en ook een besmetting hebt opgelopen met corona. Wat weten we eigenlijk daarover? Valt daar iets over te zeggen? Nou, dat is een hele goede vraag. Ook in de studie hebben patiënten, zoals we net gezien hebben, infecties opgelopen. Dus er zijn patiënten die zowel dus inderdaad vaccinaties als de infectie hebben gehad. Dat kunnen mensen zijn, zoals we zagen, die dat eigenlijk zelf niet door hadden, want dat kunnen we zien, of dat je een infectie hebt gehad zonder dat je dat hebt doorgehad. Er zijn mensen die dat wel hebben door hebben gehad. Er zijn mensen die er heel ziek van zijn geweest. En die dingen onderzoeken we ook, of dat verschil maakt in je immuniteit. Maar die antwoorden hebben we nog niet. Als we kijken naar onderzoek wat al wel bekend is, dan zie je vaak dat het hebben van het doormaken van een infectie samen met de vaccinaties een nog betere bescherming opbouwt. En het zou kunnen dat dat bij onze patiënten ook zo is, maar of dat echt zo is, dat gaan we uitzoeken. Dus dat antwoord komt wel. Bedankt. Dan heb ik nog een vraag voor dokter Hazenberg. Er wordt gezegd of het iets uitmaakt welke soort afweer je hebt. Dus bijvoorbeeld, sommige mensen hebben antistoffen, maar slecht werkende T-cellen. Andere mensen hebben geen antistoffen, maar hartstikke goed werkende T-cellen. En dan is de vraag of je daar of dit iets zegt over de ernst van van het beloop van corona als je het oploopt. Het is een moeilijke vraag en eigenlijk weten we dat niet zo heel erg goed. En dat is een van de redenen waarom we die hele grote populatiestudie willen gaan doen, zoals Sabine dat net heeft uitgelegd. In die studie gaan we kijken, alle mensen met een hematologische ziekte in Nederland die COVID-infectie hebben gehad, hoe het daarmee is gegaan. Nou kan je dat natuurlijk niet heel persoonlijk uitzoeken, maar wel, je kan wel kijken hoeveel mensen daar dan van in het ziekenhuis zijn beland en hoeveel mensen uiteindelijk zijn overleden. En dat kunnen we koppelen aan de type hematologische ziekte die zo iemand heeft. Hè, dus we kunnen natuurlijk niet weten wie dat dan precies is of waar die woont of zo, maar je kan wel op anoniem niveau, kan je wel weten van, oh, dat is een patiënt met een hematologische ziekte, die heeft COVID gehad en die is bijvoorbeeld gewoon thuis gebleven of die is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Nou, op die manier gaan we proberen terug te zoeken, zeg maar, hoe bijvoorbeeld patiënten die COVID kregen terwijl ze met rituximab-therapie werden behandeld, dus dat is op een moment dat je geen antistoffen kan maken, hoe het met die mensen is gegaan. We weten al uit het laboratoriumonderzoek dat als mensen geen B-cellen hebben en geen antistoffen kunnen maken, bijvoorbeeld door rituximab, dat ze over het algemeen wel prima T-celafweer maken. En we hopen natuurlijk dat die T-celafweer dan ook voldoende is gebleken om deze mensen te beschermen tegen ernstig ziek worden. En er zijn ook wel aanwijzingen voor dat dat zo zou kunnen zijn. Maar als je daar echt iets over wil kunnen zeggen, dan moet je dus echt, moet je niet naar een paar honderd mensen kijken, maar echt het liefst zelfs naar miljoenen patiënten kijken. Nou, zoveel zijn er gelukkig ook weer niet in Nederland, maar met alle Nederlandse patiënten bij elkaar kunnen we dat soort vragen wel proberen te gaan opzoeken. Maar grof gezegd kan je zeggen dat het allerbeste is natuurlijk als je gewoon een normale gezonde afweer hebt. Dus en antistoffen en T-cellen. Dat is natuurlijk het allerbeste. Maar ook andere studies zien wel dat als je geen antistoffen kan maken, dat er vaak wel T-celresponsen zijn. We denken dat dat in ieder geval wel deels zal helpen. Dat is ook precies de reden waarom we u allemaal altijd zullen adviseren om gewoon de vaccinaties te halen. Dat geldt overigens niet alleen voor COVID-vaccinatie, maar ook voor de griepvaccinatie. Op het moment dat dat wordt geadviseerd. Omdat ook als je bijvoorbeeld geen B-cellen hebt, omdat je rituximab-therapie krijgt, dat we wel zien dat zo'n vaccinatie ook echt iets doet met de T-celafweer. En alle beetjes helpen. Dus vandaar dat we dat wel heel dringend adviseren.
Maar wat preciezer deze vraag beantwoorden, dat zou pas kunnen als we die hele grote populatiestudie hebben gedaan. Duidelijk, heel erg bedankt. Dan heb ik nog voor deze ronde één laatste vraag. Die gaat naar dokter Goorhuis. De vraag is of mensen waarvan bekend is dat ze weinig antistoffen hebben, niet extra uitgenodigd moeten worden voor de vaccinatie. Dat hangt er heel erg van af of er iets is. Want de mensen die in deze groep, die hebben dus al behoorlijk wat vaccinaties gehad. Dus een grote vraag is of er wat is veranderd aan de onderliggende immuunstoornis. Als daar niks aan is veranderd, bijvoorbeeld omdat iemand nog steeds rituximab gebruikt en geen B-cellen kan maken, dan gaat een extra vaccinatie niet per se leiden tot, gaat op dat moment niet leiden tot extra antistoffen. En dat gebeurt natuurlijk wel als die behandeling achter de rug is geweest. En dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld adviseren aan om een heel revaccinatieschema adviseren aan mensen bij wie de rituximab is gestopt. Omdat we dan weten dat er weer antistoffen gemaakt kunnen worden. En ik denk overigens, en dat is even een aanvulling op wat Mette Hazenberg net zei, dat de focus op het maken van antistoffen, dat is heel logisch, omdat we daar veel meer van weten dan van de T-cellen en uiteindelijk ook van het geheugen. Maar we hebben nu een onderzoek gedaan bij gezonde volwassenen. En wat we daar zien is ook wel interessant, want normaal gesproken als je een infectie voor het eerst ziet, dan duurt het best wel lang voordat het afweersysteem zo'n infectie onder controle krijgt en weg en kan klaren. Maar als je eenmaal geheugen hebt aangemaakt, gaat dat veel sneller. En we zagen nu bij gezonde mensen die waren gevaccineerd of COVID hadden gehad, zag je dat als die werden gerevaccineerd, dan zag je dat de volledige immuunrespons binnen 7 dagen al compleet was. En dat gaat dus zo snel dat als deze mensen de infectie zelf hadden gekregen, was dat ook binnen 7 dagen gebeurd. En dan word je dus veel minder ziek, omdat je veel sneller door dat geheugen je infectie onder controle krijgt. En ook in deze groep, onder u allemaal, is dit ook een belangrijk mechanisme dat speelt. In hoeverre weten we niet precies. Maar gemiddeld genomen zal het zeker zo zijn dat bij een herinfectie dat de immuunrespons veel sneller zal gaan. Waardoor grosso modo mensen minder ziek worden. En dat zien we ook landelijk wel terug in de daling van het aantal opnames. En wat Sabine net ook liet zien, in ieder geval een halvering. En dat is toch wel heel goed nieuws. Heel erg bedankt. Zometeen kunnen we verder gaan met de verdere uitleg van Quincy en Sabine. Ik had nog één aanvulling over hoe lang je moet wachten tussen de vaccinaties. Er werd nog gevraagd hoe lang moet je wachten na een besmetting. Daar wordt ook 3 maanden geadviseerd. Nou, dank jullie wel allemaal voor het beantwoorden van de vragen. Dan gaan we nu verder met het laatste deel. Namelijk, wat als vaccineren niet voldoende werkt? Nou, er zijn onder u een hoop patiënten die waarschijnlijk nu denken, ja, maar ik maak helemaal geen antistoffen. En tot op heden heb ik ook steeds een antistofuitslag teruggekregen die niet of nauwelijks omhoog is gegaan. Is dat natuurlijk super vervelend. En we hopen natuurlijk, wat we ook net hebben laten zien, hè, met die T-celrespons, dat die er dan wel is bij een hele hoop mensen. Als u zich onveilig voelt en u wil graag zo'n infectie voorkomen, dan adviseren wij eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat we in het begin ook hebben geadviseerd. Houd afstand, draag een mond-neusmasker als u dat graag wil. Wij adviseren dan zo'n mond-neusmasker zoals hier op de dia staat gepresenteerd. Dat is een FFP2 masker. Die beschermt wat beter dan de chirurgische mondmaskers of de stoffen mondmaskers. En we weten ook echt dat het werkt, zo'n mond-neusmasker. Want dat is inmiddels ook bewezen in een grote studie onlangs in de Verenigde Staten. Waarbij er echt werd gezien dat er minder verspreiding is van het virus als er zo'n mond-neusmasker wordt gedragen. Dus dat kan u doen. Daarnaast adviseren we u goed de handen te wassen en de hygiënemaatregelen toe te passen. Mocht het nou zo zijn dat u een corona-infectie oploopt en er wordt verwacht dat u een ernstige corona-infectie heeft, dan kan het zo zijn dat in het ziekenhuis wordt besloten om bijvoorbeeld plasma met antistoffen te geven of Paxlovid, een virusremmer, wordt gegeven. De dokter die u behandelt zal daar een beslissing over nemen of dat wordt gegeven.
En dat is gelukkig bij het merendeel van de patiënten lang niet altijd noodzakelijk. Mocht u nou meer vragen hebben hierover, over wat nou te doen als u zich niet beschermd voelt, dan kunt u dat het beste opzoeken op de Hematon-website, dus de patiëntenvereniging-website. Bij de nieuwsberichten staat dan een mooi bericht over wel gevaccineerd, niet beschermd. Dit kunt u opzoeken als u daar meer informatie over wil. En Hematon, de patiëntenvereniging, plaatst ook regelmatig nieuwsberichten om u op de hoogte te houden van de nieuwe afspraken die worden gemaakt en de nieuwe maatregelen die worden getroffen voor u als patiëntengroep. Dus daar kunt u altijd terecht. Ons advies blijft dan ook aan u. Neem alle aanbevolen herhaalvaccinaties of herhaalprikken die u worden aangeboden. Bescherm uzelf indien gewenst met een mond-neusmasker en test eigenlijk altijd bij klachten. Heeft u nou ernstige klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of uw hematoloog. Mocht u vragen aan ons hebben, kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via het Cobra Kai e-mailadres, wat u hieronder ziet. En als u meer vragen heeft, dan verwijzen we u heel graag ook door naar de Hematon-website van de patiëntenvereniging of de website van het RIVM en dan met name het kopje COVID-19-vaccinatie bij een afweerstoornis. Zijn hier vragen over nog in de chat? Er zijn inderdaad nog een hoop vragen binnengekomen. Als eerste, als je na 3 vaccinaties geen boostervaccinatie hebt genomen, heeft het dan zin om deze later nog te nemen? Zo ja, wordt er dan aanbevolen 3 te halen, dus het basisschema en dan natuurlijk wel met de 3 maanden ertussen. En deze vraag zou ik graag willen stellen aan dokter Nijl. Ja, dus eigenlijk vraagt u, zou ik mijn prikken dan moeten inhalen? Nou, ja, wij adviseren om in ieder geval de booster alsnog te gaan halen wanneer u die eerder niet gehaald heeft en denkt, ja, ik zou hem toch eigenlijk wel graag willen, dan kan dat aan alle tijden. Het is niet zo dat als je een brief krijgt voor een herhaalprik, dat je alleen dan mag gaan. Als je hem nog niet gehad hebt, kan je ook een afspraak maken voor een herhaalprik. Of je dan meerdere vaccinaties zou moeten halen met 3 maanden ertussen, met andere woorden, of je ze in zou moeten halen, dat hoeft niet per se. U heeft die basisserie gehad en dan kun je weer... nadat u zo'n booster heeft gehaald, kunt u daarna weer mee gaan draaien met het oproepschema van het RIVM, zou ik u adviseren. In het verlengde daarvan werd ook een vraag gesteld, als ik nou rituximab behandeling heb gehad, hoe zit het dan met die herhaalprikken? Hoe lang moet daar tussen zitten? Dr. Gorhuis, mijn collega Bram, zei daar wat over. Dan wordt dus wel inderdaad een hele herhaalserie geadviseerd en dat is vanaf 8 maanden na stoppen van de rituximab, want het duurt eigenlijk minimaal 8 maanden voordat het effect van die rituximab weg is, waardoor het lichaam in staat is om die antistoffen op te bouwen. En dan is het inderdaad opnieuw beginnen met vaccineren. Dus dat zijn de herhaalprikken, ja, dat kun je herhaalprikken noemen, maar dat is eigenlijk hervaccineren, opnieuw prikken met minimaal 3 vaccinaties met een maand ertussen. Dank u wel, hartstikke duidelijk beantwoord. Dan nog een tweede vraag. Valt er iets te zeggen over de soort onderliggende ziekte die mensen hebben gehad, die met corona in het ziekenhuis opgenomen moesten worden? En deze vraag zou ik graag willen stellen aan dokter Rutte. Ja. Dokter Rutte hier. Ik wil dus die vraag eigenlijk doorpassen naar Sabine, want die heeft het beste overzicht over deze gegevens. Ja, dat klopt. Nou, wat we eigenlijk zien is dat de infecties die hebben plaatsgevonden in deze studie zijn heel erg verdeeld geweest over de verschillende ziektebeelden van de patiënten. Dus er was niet specifiek één groep die veel meer infecties, waarin veel meer infecties zijn voorgekomen dan in anderen. Wel viel op dat er weinig lymfoompatiënten in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Maar voor de rest waren de infecties eigenlijk heel erg gelijk verdeeld over alle ziektebeelden. Dankjewel. Dan de derde vraag. Zijn er preventief medicijnen voor mensen die CAR-T-behandeling krijgen? Ik zou deze vraag graag willen stellen aan dokter Van Doesem.
Ja, nee, ik denk dat Sabine net ook al een deel daarover heeft gezegd. Helaas zijn er op dit moment geen effectieve preventieve medicijnen beschikbaar voor patiënten überhaupt. Er is wel een periode geweest dat we monoclonale antilichamen hadden. Dat waren eigenlijk kunstmatige antistoffen. Maar alle die nu op de markt aanwezig zijn, zijn niet meer effectief tegen de huidige Omicron varianten. Dus het enige advies dat we kunnen geven is voorkomen is beter dan genezen. En mocht je toch onverhoopt COVID oplopen, vroegtijdig contact op te nemen met je hematoloog. En dan zouden wel bijvoorbeeld die Paxlovid, die virusremmer, behandeling gegeven kunnen worden. Dat is in een tabletvorm, dus dat kan heel makkelijk ook thuis ingenomen worden. En inderdaad, als je er toch zieker van wordt en opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dan valt ook te overwegen om dat infuus met plasma van andere patiënten die wel COVID gehad hebben en het virus inmiddels kwijt zijn van donoren, om dat te kunnen gaan geven. Dat zijn eigenlijk de enige twee opties om een patiënt extra te behandelen op het moment. Dank u wel. De volgende vraag zou ik graag willen stellen aan Dr. Broers. De nieuwe variant van Omicron is nog besmettelijker. Is dit eigenlijk wel zo? En hoe zit het dan met de maatregelen? Is 1,5 meter afstand dan wel voldoende? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat die inderdaad besmettelijker is. En dan is het inderdaad de vraag, zijn dan de maatregelen zoals we die nu stellen voldoende? Ja, daar kunnen we natuurlijk geen 100% sluitend antwoord op geven. Maar ik denk dat als je niet beschermd bent door je vaccinaties, dat dan de maatregelen zoals Sabine die net benoemde, het toch afstand houden, het dragen van een goed mond-neusmasker en die 1,5 meter, dat dat toch ook voor die variant voldoende zou moeten zijn. Ook wetende dat we inmiddels natuurlijk met een veel betere vaccinatiedekkingsgraad te maken hebben. Er zijn veel meer mensen nu in de bevolking gevaccineerd en beschermd, ook tegen die Omicron variant. Dus ik denk dat die maatregelen ook voor die variant voldoende zouden moeten zijn. Dus ik begrijp de zorg, maar ik denk dat dit voldoende zou moeten zijn. Dank u wel voor het beantwoorden van de vraag. Aanvullend op het verhaal van dokter Nijhoff, nog een volgende vraag. Hoe krijg ik na 8 maanden na rituximab dan herhaalvaccinaties? Is dat een vraag voor mij of voor dokter Nijhoff? Jij mag hem ook beantwoorden. Ja, in principe, maar ik kan even spreken voor mezelf en het ziekenhuis waar ik werk. Maar ik denk dat het ook in de andere centra zo geregeld is. Zou u, als u inderdaad in aanmerking komt voor zo'n herhaalserie, dus dat is of na gebruik van middelen die de B-cellen kapot hebben gemaakt, zoals rituximab, maar ook voor mensen die de vaccinaties voor hun donor-stamceltransplantatie hebben gekregen en die dat dus eigenlijk die bescherming kwijt zijn geraakt nadien, zou je via je behandelend arts, of in ieder geval via het ziekenhuis, een brief moeten krijgen waarin staat dat u voor een dergelijke herhaalserie in aanmerking komt. En met die brief kan u dan weer bij de GGD een afspraak maken voor deze herhaalserie. Wat dus betekent, zoals dokter Nijhoff al aangaf, dat je de basisserie van 3 prikken weer krijgt, met elke keer 4 weken ertussen. En dan 3 maanden later de boosters enzovoort. Maar in principe zou u een brief moeten krijgen. En met die brief kan u dan afspraken maken bij de GGD. En ik denk eigenlijk dat dat in alle centra op die manier georganiseerd is. En wellicht dat sommige centra ervoor kiezen om centraal brieven te versturen. En centra er soms voor kiezen om dat door de behandelend arts te laten doen. Dat kan verschillen. Maar dit is denk ik zoals het loopt. Hartstikke. Dus mocht u die brief niet hebben gehad, of mocht u inmiddels zo lang na uw behandeling zijn en in aanmerking komen u heeft niet zo'n brief ontvangen, denk ik dat het goed is om dat aan te kaarten bij uw behandelend arts waar u onder controle bent. Zeker nog een goede aanvulling. Dank u wel voor het beantwoorden van de vraag. Ik zou graag nu nog het woord willen geven aan Sabine. Bedankt in ieder geval nu al voor alle vragen.
Wat we nu eigenlijk gepland hadden was dan om iedereen, alle sprekers mogen hun camera aandoen. En dan zullen we de laatste vragen uit de chat nog behandelen. Dus mocht u nog een prangende vraag hebben, stel hem nu. Dan kunnen we die vragen nog beantwoorden. Alle vragen zullen vervolgens gebundeld worden met een antwoord daarbij en zullen op onze Cobra Kai website komen te staan. Die kunt u vinden door gewoon bij Google in te typen Cobra Kai Studie Amsterdam UMC. Als u dat intypt, komt u op onze website uit. Dus daar kunt u alle vragen dan nog rustig nalezen. En daar zal ook een opname van deze webinar te zien zijn over een paar weken. Als het ons gelukt is om hem daar mooi op de website neer te zetten. Dus ik wil vragen dat alle sprekers hun camera nu aandoen. En dan zullen de moderatoren Iris en Belle de laatste vragen nog bespreken. Ik heb nog één vraag die nog niet besproken is. En dat is de laatste herhaalprik was najaar 2022. Dus het is eigenlijk alweer 3 maanden geleden. En de vraag is dan, betekent dat je nu weer een herhaalprik moet halen? En dit wil ik graag nog een keer aan dokter Goorhuis teruggeven. Het is net al aangestipt. Maar hoe frequent moet je die prik nou eigenlijk halen? Gaat dit goed zo met echo? Ja. Ja, die vraag is eigenlijk nog niet, die kan ik eigenlijk nog niet goed beantwoorden. Omdat we, dus ook in deze groep, daar hebben we nu 4 of 5 of 6 vaccinaties gegeven. Het is denk ik niet, zeker nu, het heeft ook te maken met het beloop van de COVID-pandemie. Dus het zal zeker zo zijn, en dat wordt ook zeer nauwkeurig in de gaten gehouden door het RIVM, hè, bijvoorbeeld door te kijken naar uitscheiding van COVID in de riolering, in het rioolwater, zodat je kan zien hoeveel virus er is. Wat ik verwacht is dat met name als er weer heel veel infecties gaan komen, dus als er echt een toename van infecties gaat zijn, dat dan de hoogrisicogroep, en daar vallen de deelnemers in deze studie ook onder, dat die met voorrang weer uitgenodigd zullen gaan worden om dan gevaccineerd te worden met het dan beste vaccin wat er is, met hopelijk inclusie van de nieuwste variant die dan circuleert. Want dat met deze mRNA-techniek is het vrij snel mogelijk om die varianten als het ware in een vaccin in te bouwen. En je wil het liefst het vaccin geven wat het beste werkt op het moment dat het nodig is. Omdat als je het te vroeg doet en er is niet zoveel COVID, ja, dan heb je daar weer minder aan als het op het moment dat het toeneemt. Dus die dynamiek is moeilijk te voorspellen. Je kan niet zeggen na 3 maanden, het is 3 maanden geleden, dus ik moet weer. Het is meer dat als we zien dat de COVID gaat toenemen, dan zal er snel een advies over komen. Duidelijk, heel erg bedankt. Dan wordt er ook nog gevraagd, als deelnemer van de studie weet je natuurlijk wat je afweer is. Hoe zit dat eigenlijk met patiënten van andere ziekenhuizen die bijvoorbeeld ook rituximab krijgen, maar niet deelnemen aan een onderzoek? Waar krijgen zij hun informatie vandaan? Mettes, Hazenberg, zou jij dit kunnen beantwoorden? Ja, dat kan ik. Alleen het eerste stukje van de vraag viel eventjes weg voor ons. Dus dat zijn mensen die niet meedoen aan de studie, hoe zij aan hun herhaalprikken komen, was dat de vraag? Nee, de vraag was, de deelnemers van dit onderzoek weten natuurlijk over de stand van zaken wat betreft hun antistoffen. Maar patiënten die ook een hematologische aandoening hebben en bijvoorbeeld behandeling krijgen zoals rituximab en niet deelnemen aan een onderzoek, die weten dat natuurlijk niet. Dat klopt, maar vandaar dat we ook proberen, en dat was dus ook de hele opzet van de studie, om zoveel mogelijk echt groepen patiënten mee te nemen. Dus dat we, doordat we 50 patiënten bijvoorbeeld al 1,5 jaar lang helemaal gevolgd hebben, 50 patiënten die rituximab kregen, of bijvoorbeeld 50 patiënten die allemaal heel kort na de transplantatie zaten, toen ze voor het eerst werden gevaccineerd. Dus door heel specifiek alle deelnemers onder te verdelen in groepen, kunnen we, die representatief zijn voor hematologische patiënten, kunnen we in het algemeen wat zeggen over
Ja, over specifieke patiëntengroepen. Dankzij dus de patiënten die hebben meegedaan aan de Cobra Kai-studie, kunnen we in het algemeen wat zeggen over de rest van de patiënten die zeg maar in dezelfde type behandeling zitten of dezelfde aandoening hebben. Dus zo proberen we dat op te lossen. En nogmaals, het is namelijk natuurlijk wel... kijk, het komt erop neer dat toch heel veel patiëntengroepen uiteindelijk een prima behandeling hebben, een prima afweer hebben opgebouwd, hè, na alle vaccinaties. Het viel ons op dat, als we even terugdenken aan die figuur met dat groene en rode kleuren, dat toch heel veel hematologiepatiënten uiteindelijk best in een groen deel van de figuur terecht zijn gekomen. En dus eigenlijk een betere afweer op hebben gelopen, op hebben gebouwd dan we van tevoren hadden durven hopen. Dus dat is denk ik belangrijk om te onthouden. Ja, behalve patiënten die echt gewoon geen antistoffen kunnen maken omdat ze geen B-cellen hebben, dat blijft natuurlijk wel wat lastiger. Maar het is gewoon onmogelijk om bij iedereen de hele tijd, hè, bij 17 miljoen mensen in Nederland, de hele tijd antistofspiegels te gaan meten. Dat kan gewoon niet en dat hoeft ook eigenlijk niet. Ik kan nog één ding aan toevoegen. Kijk, het is natuurlijk ook zo, ook mensen die, we weten natuurlijk ook dat genoeg mensen met gewoon een hele gezonde afweer en die alle vaccinaties prima hebben gehad, dat die ook nog steeds heel ziek kunnen worden van COVID. Hè? Dus wat ook je uitslag zou zijn als je antistoffen zou meten, nog steeds ook als je afweer helemaal goed is, kan COVID gewoon heel heftig toeslaan, zou ik maar zeggen. Dus geen enkele meting zou een garantie zijn voor een perfecte bescherming tegen het coronavirus op dit moment. De vraagsteller bedoelde eigenlijk ook, hoe komen mijn medepatiënten, andere patiënten buiten de studie aan de kennis die we hebben opgedaan. Dus hier is een webinar die de data laat zien. Maar deze data wordt ook gedeeld met bijvoorbeeld Hematon. We hebben ook tweemaal vorig jaar en recentelijk samen met Hematon een webinar gedaan over COVID en vaccineren, waarin we ook proberen de kennis te delen. En verder wordt de kennis ook gedeeld via onze beroepsvereniging en via de collega-hematologen die het ook via de patiënten verspreiden. Dus ook inderdaad buiten de kennis die we aan u terugkoppelen, is die kennis voor iedereen, proberen we toegankelijk te maken naast uiteraard de wetenschappelijke publicaties, zodat de wereld er ook zijn voordeel mee kan doen, zoals wij ook ons voordeel doen met de kennis die andere studies naar voren brengen. En tot slot wordt het ook gedeeld op wetenschappelijke bijeenkomsten, maar ook in blaadjes die verspreid worden. We proberen de kennis waar mogelijk zoveel mogelijk te verspreiden, zodat iedereen die het betreft aan deze kennis kan komen. Heel erg bedankt. Dan heb ik nog een vraag voor dokter Rutten. Het gaat over de sikkelcellers en dat ze het heel goed doen na de vaccinatie. En de vraag is of we weten hoe dat zit voor patiënten met sikkelcelziekte die een allogene stamceltransplantatie hebben gekregen. Dat is ook een hele goede vraag, want die hebben we niet meegenomen in de studie. Dus sikkelcelpatiënten die doen het heel goed, maar sikkelcelpatiënten die een transplantatie hebben gehad, die vallen dan weer meer onder de patiënten die een donortransplantatie hebben gehad. En daar geldt net voor, zoals bij alle andere patiënten die een donortransplantatie hebben gehad, dat ze een deel van de immuniteit waarschijnlijk wel meenemen. Maar dat we wel adviseren om na 4 maanden helemaal opnieuw een vaccinatieserie te doen. En in de dus niet-sikkelcelpatiënten die getransplanteerd zijn, vonden we eigenlijk dat die patiënten verrassend goede reactie op vaccinatie hadden. Maar hoe dat voor de sikkelceltransplantatiepatiënten is, daar hebben we niet naar gekeken. Oké, heel erg bedankt. En dan heb ik nog één laatste vraag voor dokter Goorhuis, denk ik. Maakt het eigenlijk iets uit welk vaccin je krijgt? Want er worden natuurlijk op dit moment verschillende vaccinaties aangeboden door de GGD. Maakt dat iets uit? Nou, ik denk dat dat te maken heeft, hè, want er is vrij recent het nieuwe vaccin waar ook de Omicron variant in zit,
op de markt gekomen. Dat is, en eigenlijk na de zomervakantie was het nog het, alleen het vaccin waar de oorspronkelijke coronavirusvariant in zat. En wat wel is gezien door laboratoriumtesten, is ook dat het, het monovalente vaccin, dus waar alleen de oudere virusvariant in zat, ook in staat was om, om de nieuwe Omicron te neutraliseren. Dus dat deed het wel goed. Bovendien zag je ook dat op T-celniveau dat vaccin het vrij goed deed. Natuurlijk is het wel zo dat je het liefst de nieuwste wil hebben waar ook de Omicron in zit. Want dan heb je natuurlijk nog een net wat betere virusneutralisatie. Dus in principe wil je altijd het nieuwste vaccin hebben met de meest recente variant erin. Maar het is niet zo dat als dat nog net niet beschikbaar was en je hebt dus nog net het vorige vaccin gehad, dat zo slecht is dat je een hervaccinatie met het nieuwe vaccin nodig hebt. Omdat ook dat oude vaccin de opgebouwde immuniteit goed boost. Ik hoop dat dit een antwoord is op de vraag. Heel erg bedankt. Dan heb ik nog een vraag voor Quincy en of Sabine. er wordt gevraagd dat er nog een groot vervolgonderzoek is van de Cobra Kai en of we daar iets meer over kunnen vertellen. Ja, dus we hopen, wat het voor ons wat lastiger heeft gemaakt, is dat de juridische heel veel uitdagingen bij komen kijken, omdat we zoveel data op nationaal niveau aan elkaar willen koppelen. Dus tot op heden zijn we daar heel erg druk mee bezig geweest. Maar ik hoop dat we echt in de komende maanden kunnen starten met de analyse van dit nationale onderzoek. Maar dan zal het wel opnieuw ook wel weer maanden duren voordat we daar natuurlijk weer uitslagen van hebben die we kunnen delen ook met jullie. Ja. Is dat voldoende antwoord op de vraag? Ja, heel erg bedankt. Okay. Dan kijk ik even om me heen. Is dat een vraag? Ik denk dat we de meeste vragen eigenlijk beantwoord hebben. Er is hier nog een vraag over Pfizer of Moderna. Dat zijn allebei die messenger RNA-vaccins. In principe maakt het dus niet uit welke je zou krijgen. Het kan in de toekomst wel uitmaken of je zo'n gemengd vaccin aangeboden gaat krijgen, waarin ook nieuwere varianten opgenomen zijn. Het idee is wel dat dat toch ook voordelen heeft, omdat dan er ook antistoffen tegen de nieuwe, of weerstand tegen de nieuwere varianten aangemaakt kan worden. Maar in principe wordt dat dan landelijk ingevoerd en zou dat dan welk merk dan ook overal hetzelfde moeten zijn. Ja, kan ik nog een kleine aanvulling geven? Want ik zie nu in de chat inderdaad dat ook nog naar die merkenvaccins gevraagd wordt. Maar het maakt niet zo heel veel uit of je Pfizer of Moderna geboost wordt. Dat zijn allebei mRNA-vaccins en de verschillen zijn vrij minimaal. Het leek er aanvankelijk op dat Moderna het iets beter deed dan Pfizer. Maar als je kijkt naar de boosterresponsen naar herhaalvaccinaties, dan zijn die verschillen eigenlijk niet heel erg relevant. Dus het maakt weinig uit. En ook het mixen ervan is geen probleem. Oké, duidelijk. Ik denk eigenlijk dat we alle vragen hebben afgerond. Heel erg bedankt voor het enthousiasme en het interesse daarin. Geef ik het woord weer terug aan Sabine en Quincy. Ja, we willen u eigenlijk allemaal echt ontzettend bedanken voor het deelname aan onze studie. Zonder u was het niet mogelijk om deze data te verzamelen en om op deze manier landelijk beleid te kunnen adviseren hierin. Dus heel erg bedankt daarvoor. Met alle buisjes bloed die we hebben verzameld in deze studie gaan we de aankomende tijd nog heel veel experimenten en onderzoeken doen. Dus u hoort vast nog van ons. In de tussentijd zijn wel natuurlijk alle bloedafnames gestopt, dus u hoeft niet meer te komen voor bloedafnames, maar je zult met name van ons horen als wij weer nieuwe data hebben die we graag met u willen delen. Dus ik hoop dat u genoten hebt van de webinar en dat u hopelijk wat meer duidelijkheid heeft over vragen die nog bij u speelden. Mocht u nog vragen hebben, kunt u mailen naar ons e-mailadres cobra-kai-pt@amsterdamumc.nl. En dan wens ik u nog een hele fijne avond. Heel erg bedankt.